U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag wisselende wolkenluchten met soms wat regen of buien. En soms ook momenten dat de zon flink scheen. Die buien konden best pittig uitpakken. lokaal is Hagel gemeld. Vanaf de satellietfoto zien we Nederland onder tamelijk veel bewolking. En die wolken die trokken geleidelijk aan wat meer in oostelijke richting. En van het westen uit kwam de zon vaker tevoorschijn. Het fraaie weerbeeld dat zich vertaalt in wisselvallige condities... want het is een komen en gaan van storingen. In eerste instantie hebben we nu wat rustiger weer... Maar van het westen uit nadert opnieuw een gebied met wat buige regen. In de nacht en morgenochtend daarna weer opklaringen met zonneschijn in de late woensdag. En dan volgt er donderdag van het westen uit opnieuw een gebied met regen. En dat zal donderdag in de loop van de dag over het land gaan trekken. Een komen en gaan, zei ik al, van storingen van west naar oost. Heel geleidelijk zie je op de oceaan wel wat meer hoge druk invloeden verschijnen. En dat betekent dat het weer in de loop van vrijdag en ook zaterdag tijdelijk wat stabiliseert. Maar zover is het nog. Lang niet. We gaan eerst een avond tegemoet met nog een paar buien. In het binnenland wordt het geleidelijk aan wat droger. De temperaturen dalen naar 2 tot 4 graden. Vannacht 0 graden in het oosten, 4 graden in het westen. En van het westen uit neemt de bewolking geleidelijk weer toe. En ook de buigheid. En die buien kunnen geleidelijk aan een wat winters karakter hebben. Met mogelijk wat hagel of natte sneeuw. Ook morgen overdag is dat het geval. En de meeste buien zullen we in de ochtend vinden. Als de zon ook weinig ruimte heeft. Maar in de middag trekken die buien, als gezegd, naar het oosten. En dan neemt van het westen uit de buigheid. Schijnt niet alleen af, maar krijgen we ook meer ruimte voor de zon. Zes of zeven graden op de thermometers. Met een beetje geluk in het westen als de zon goed schijnt. Lokaal is een graad of acht. Dan naar donderdag. We beginnen de dag nog droog met misschien een klein beetje zon in het oosten, maar het raakt al snel bewolkt en in de loop van de dag gaat het van het westen uit regenen. Stevig zuidenwind daarbij, 6 tot 8 graden. En vrijdag is die regen weggetrokken, blijft het de deel van de dag droog, de zon schijnt zelfs geregeld en met een wat afnemende wind kan het dan een graden 8 worden. En zaterdag ook een tamelijk droge dag, maar aan het eind van de dag raakt het opnieuw bewolkt en neemt de kans op neerslag toe. Het wisselvallige weer zien we ook wel een beetje terug in de temperatuur. Want met name zondag zien we een grote diversiteit, een grote verscheidenheid in mogelijkheden. En we zien ook dat de verschillen tussen dag en nacht wat minder groot zijn. Later in de periode worden die verschillen wel weer groter. We zien de maxima voorzichtig wat oplopen en we zien de minima net boven het vriespunt en soms zelfs in de buurt van het vriespunt hangen. Nou, als die verschillen tussen dag en nacht groter worden, moet je aannemen dat er ruimte is voor opklaringen en overdag betekent dat zonneschijn. En we zien een neerslagkans in ieder geval ook wat afnemen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.